met de malaise, want er is geen tijd voor de Polonaise actie. Waarom voert u actie, meneer? Zeg u? Waarom voert u actie? Nou, omdat het beter kan als de bieden. Hier, neemt die meneer maar in, maar die kan beter. Waarom voert u actie, meneer? Omdat de CO-onderhandelingen vast zijn gelopen en we wachten op een beter bord. Wat Aida's standpunt is, en mijn standpunt ook in deze, is dat wij het heel erg jammer vinden dat er stakingen plaatsvinden. We zijn, natuurlijk, mensen hebben stakingsrecht, maar wij vinden de staken eigenlijk geen gepast middel. En zeker niet in dit stadium, waar de onderhandelingen eigenlijk net afgebroken zijn. Dat je nu al gelijk naar zo'n stakingsmiddel grijpt, vinden we gewoon ongepast. Attentie allemaal! We hebben geprobeerd jullie directie naar buiten te halen. Om in ieder geval ook even het gesprek aan te gaan over wat wij een goede CO vinden. Maar jullie directie is vandaag op de een of andere manier niet aanwezig. Waarom? Ik weet het ook niet. Er zijn 4 onderhandelingsrondes geweest daar, waarbij de werkgevers geen enkele stap wilden zetten. Dan op een gegeven moment is onze limiet bereikt daar. En is dit de enige mogelijkheid om nog tot elkaar te komen. We hebben de werkgevers zelf de mogelijkheid geboden om onder deze acties uit te komen. Door met ons een eigen CO af te spreken. En dat wilden ze niet.